Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Ministre, Batata Bamana, Botena Benu, Lelo Toye Awa, Pona Kotrete Makambo Yaminene. Il faut au sol la bien, il faut au canal. Ik neem aan dat er weinigen van jullie begrepen hebben wat ik gezegd heb. Ik zie hilariteit, maar ik zie ook onbegrip. Wel, collega's, deze situatie maken talloze, zorgbehoeftige, kwetsbare burgers in Vlaanderen elke dag mee. En niet langer alleen in onze hoofdstad Brussel, in de Vlaamse rand, maar over het ganse Vlaamse land. In ziekenhuizen, spoedgevallendiensten, woonzorgcentra, tot en met de kinderopvang. Hè, waar ouders 's ochtends hun kleintjes afzetten en waar nieuw ingestroomde arbeidskrachten onze eigen taal niet machtig zijn. Wel nu, voor ons is die taal essentieel. Vandaar opnieuw mijn vraag aan de minister. En wij reiken de hand uit met het ganse parlement. En ik denk dat we daarin allemaal op dezelfde lijn zitten. Wat kunnen we vanuit Vlaanderen doen om ervoor te zorgen dat op korte termijn alle zorgverleners in Vlaanderen die zorg in het Nederlands kunnen leveren?